gaan we nog afmaken vanavond, of niet? Jongen, heeft iemand van die Eddingstiften genomen en gewoon zo in de spiegel getekend? Even kijken wat hier allemaal staat. Zo, gebeurt hier, zit hier een meisje op mijn jongetje. Hallo jongetje, zit je lekker op je ballon? Kom eens hierheen. Wat is het voor, wat heb je gewonnen? Neem maar even mee, dan kunnen ze het allemaal zien. Dit is voor een ding. Hoe heet jij? Nigel. Nigel, kom je even bij staan, Nigel? Hoe oud ben je, Nigel? 11. Nee, bijna. Bijna? Nee. Dat doen, ik zeg dat elke keer bijna. Kinderen vinden het altijd heel cool om te zeggen bijna 11. Maar dan ben je 10. Ja. Kut, hè? Je bent gewoon fucking 10. Ja. Zit je in groep 5 of zo? 4, 5, 6? Wat is dat? 7. Tuurlijk. Kun je uitschelen. En wat zeg jij? Nee! En dit is je toekomstige vriendin, zegt het ene meisje hier zo. Als het nou nog een lekker wijf was geweest, had hij ja gezegd. Maar zo groot een tatoeage van Spooky deze op de voorhoofd. Als je haar tegenkomt, geef er even een douw. Maakt verder niet uit. Hey, ik bedoel dat op de positieve zin van hem niet. Maar goed, en jij komt uit? Dronten. Uit Dronten. Oh, dus op de hoek. Heb je een jaarabonnement hier? Ja. Ja, kom je elke dag? Kom je ook elke dag naar Halloween? Nee. En dan weet je toch wel dat als je zo'n ding aan het begin van de avond vindt, dan loop je de hele avond een beetje zeulen. Of laat je dat je moeder doen? Je bent met je moeder toch gezien. Ja. Dat is wel een lekker wijf trouwens. Ja, je moeder is wel chill. Of heb je ook een vader gewoon? Ja. Ah, jammer. Wat doet je moeder van beroep? Nee. Ze werkt bij een schoenenwinkel. Wat werkt ze? Ze werkt bij een schoenenwinkel. Bij een schoenenwinkel? Echt waar? In Dronten. En vooral naar de schoenenwinkel van zijn. Hoe heet die schoenenwinkel? Elfien. De Bristol, of niet? Elfien schoenenwinkel. Oké, even hier naartoe gaan jongens, want daar woont ze moeder. Daar ga ik wel even een keertje lang. Vind je dat raar of jij niet de klauw je moeder er lekker bij vindt? Ja, hè? Hoe gênant is dat voor al je klasgenootjes in een filmpje terugzien? Genant. Hoe gênant is het voor jou eigenlijk, hè? Ja, best wel. En wat wil jij laten worden als je groot bent? Weet ik veel. Je weet nog niks. En je woont ook in Dronten, dus daar kan je niet veel kiezen natuurlijk. Nee, het enige wat je kan doen is bij een schoenenwinkel werken of je gaat meisjes een beetje uitmooien natuurlijk. Want iemand moet iets doen in Dronten natuurlijk om het leuk te maken. Ga je ook altijd naar de meerpaaldagen? Ja. Naar nou, kut is dat, hè? Komen de Shawnees en weet ik het allemaal, al die ellende komt allemaal naartoe. Wat zeg je nou allemaal? Je staat zich te je hebt een grote pek wel voor een meisje wat je dat is. Vind je dat een lekker wijf of niet? Nee, hè? Nee. Nee, dat kan niet uit. Je moeder komt wel ineens achter dingen waar je nooit eens van gehoord had. En je, maar je hebt nog geen vriendinnetje. Nee, wil je dat graag? Zijn we aan het zoeken vanavond voor je? Nee. Nee? Nou ja, ik zat te denken, er loopt iemand van het geluk om. Nu zijn ze er allemaal nog. Oké. Nou, zijn moeder staat vanavond nog tot 11:30 op de parkeerplaats. Dus zien we nog langs veel plezier. Groetjes! Ga naar binnen. Lekker. Dan zeg het maar, maakt maar niet uit. Ik ga nog wel even, dan ga ik nog wel even door ook. Even kijken hoor, zijn er, is er iemand jarig vandaag? Nee, zij is helemaal niet jarig, zeker hoor. En dat meisje met die lelijke lippen is gewoon. Zijn er mensen zoveel jaar getrouwd? Is er iets leuks te vieren? Niemand denkt er, hou mijn bek maar gewoon dicht. Jullie zijn allemaal die kerel met die bril te wijzen hier, of niet? Die ouwe. Jawel. Waar komen jullie vandaan, jongens? Drenthe. Probleem? Voorneem, toch? Oh, dat is Twente, of niet? Ja, ik haal Drenthe en Twente door elkaar. Het is allemaal fucking ver weg en er is geen reden te beleven. Maar goed, maakt voor mij wel niet uit. Hi meisje, kom jij maar even naar boven anders. Jawel. Moet je niet zo dichtbij komen staan. Zo, uitgroeisjes 1974. Hallo, hoe heet je? Ik ben Jaren. Jaren, en hoe oud ben je? Ik ben 15. 15, oh, dat is je vriend of niet? Want die heeft ook zo'n gek kapsel. Dan wordt er 6 van die kleuren erin. Ja. En hoe lang zijn jullie al samen? 1,5 jaar. Echt waar? Ja. Maar dan was je 14, 13 misschien zelfs wel. Nee, ik ben wel al bijna 16. Maar dat mag ik niet zeggen, want nee, je ben 15. Dus je was 14 toen jullie elkaar ontmoetten. Want jullie zaten bij elkaar in de klas, of niet? Nee, is het anders. Ik ben een lekker wijf gekozen, zeg, niet te zuinig. En denken jullie dat je later gaat trouwen, kinderen krijgen en de rest van je leven is een kutvraag? Dankjewel, gezondheid. Of dat jullie bij elkaar blijven? Ja, ik hoop het wel. Ja, hè? Want jullie zijn jeugdliefdes van elkaar. Ja. En wat je zei, je zit op een andere school. Ja. Maar ken je elkaar dan van Tinder? Nee, dansen. Dansen? Ja. Wat voor dans dan? Hiphop. Hip? Kom eens naar boven. Ja! We kunnen natuurlijk niet. Heb je een muziekje? Kan dat wel? Een beetje hiphop-achtig? Hebben jullie een soort choreo dat je zegt 5, 6, 7, 8 en dan ga je? Of, Je hebt een duo. Ja. Vette shit! Oh, willen we dat zien of niet? Ja, dat is wel zo helemaal. Ik heb nog nooit gedaan voor het publiek. Je hebt nog nooit van. Nee, ik snap dat je in een duo altijd met z'n tweeën oefent. Op zich ergens. Ik oefen mijn duo ook altijd in de slaapkamer met z'n tweeën, maar verder kan mij het niet schelen. Ik ga even checken of er een muziekje aan kan. Een soort dubstep-achtige, hip-hop-achtige muziek of niet? Ja, dat moet je net vragen.
Oh, jij bent meer van de muziek. Ja. Hoe heet jij? Cheert. Cheert. En jullie zijn lekker samen en je gaat lekker even. Ik denk dat het wel kan. We staan, er wordt nu een naaste op zoek naar een muziekje volgens mij. Ik sta even naar Rianne te kijken, maar ik hoor nog niks. Of kan je het hier ook op, of niet? Met een beetje een lekkere beat? Ik zie Cheert. Ja, dat moet ook wel kunnen. Ze kunnen het overal op. Nou, laat maar gewoon staan, jongens. Ah, nu is de muziek afgelopen. Ah, dat is jammer. Dank je, applausje voor je. Nee, wacht even. We gaan even checken of er... Gaat er een muziekje aan? Er wordt heel hard gezocht. Zo ingewikkeld is een muziekje niet, hè, zou je zeggen. In de tussentijd, wat doe jij, Cheert? Je zit ook nog op school natuurlijk. Je bent hartstikke jong ook nog. En je hebt dan zo snel zo lekker blijft. Dan kom je natuurlijk nooit meer overheen. Nee, dat snap ik wel. Nou, ik zou ook... Nou ja, kom er maar eens overheen natuurlijk. Ah, 15, kan je niet zeggen. Kan mij stellen, hashtag me too. Jongen, ik ben voor ergere dingen hier niet ontslagen, dus heel erg door microfoontjes heen gepraat. Ik trouwens dit. Hij met Elke Giet zijn gewoon. En Albert, toch hè, ik denk soms dat ik dingen hoor niet. Fright Nights. Enter Insanity. Tickets and info. Walibi.nl.